Eind jaren 60 is er een innige band tussen Lancia en Citroën. En de verwachting is dat de Italianen het Franse merk zullen overnemen. Dat gebeurt niet. Sterker, Lancia wordt in 1969 zelf ingelijfd door landgenoot Fiat. In die periode zijn beide fabrikanten bezig met de ontwikkeling van een nieuw model. Citroën werkt aan de CX als opvolger van de DS en Lancia broedt op een nieuw topmodel als vervanger van de Flavia 2000. Dit resulteert in de Gamma. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, zijn beide modellen niet gezamenlijk ontwikkeld en staan ze dus ook niet op hetzelfde platform. De vormtaal van de CX en de Gamma Berlina, het vijfdeursmodel, komt wel duidelijk overeen. Al berust dit eigenlijk meer op toeval dan dat er sprake was van innige samenwerking. De Gamma Berlina is getekend door Leonardo Fioravanti in dienst van Pininfarina en debuteert in 1976 in Genève. Hoewel de vorm van het koetswerk anders doet vermoeden, heeft de Gamma net als de CX geen grote vijfde deur, maar een klein kofferklepje dat toegang geeft tot de bagageruimte. De Lancia-koper had destijds keuze uit een viercilinder boxermotor met een inhoud van 2 of 2,5 liter. Die laatste is er met dubbele Weber-carburateur of, na de facelift van 1980, met L-Jetronic-injectie van Bosch. Het vermogen is in beide gevallen 140 pk. De 2 liter levert 120 pk. Een half jaar na de introductie van de Berlina verschijnt de strak gelijnde coupé. Een ontwerp van Aldo Brovarone, net als Fioravanti werkzaam voor Pininfarina. De auto wordt ook bij Pininfarina gebouwd, zij aan zij met de verwante Ferrari 400. Hoewel de twee carrosserievarianten van de Gamma ontegenzeggelijk vrije ontwerpen zijn, vallen de verkoopcijfers tegen. Dat heeft niet zozeer te maken met het uiterlijk, maar des te meer met de stevige concurrentie van onder andere de Citroën CX. Het feit dat de Gamma's de nodige kinderziektes vertonen, helpt ook niet. De auto is niet alleen roesgevoelig, maar vanwege een constructiefout in de motor kunnen kleppen en zuigers onder bepaalde omstandigheden onherstelbaar beschadigd raken. Ook de koppakking en de automaat zijn zwakke punten. Het doet de reputatie van de Gamma allemaal geen goed. Hoewel Lancia de meeste problemen uiteindelijk weet op te lossen, is het lot van de Gamma al bezegeld. Een succesnummer zal het nooit meer worden. In 8 jaar tijd weet Lancia slechts 15.000 Berlina's en 7.000 coupés te slijten. Geen wonder dat het vandaag de dag een zeldzame verschijning is. De opvolger van de Gamma is, gelukkig voor Lancia, een stuk succesvoller. Van het traditioneel gelijnde thema gaan er ruim 336.000 over de toonbank.